nee? Ik ga je moeten teleurstellen. Je wordt helaas niet geboren als de volgende Bashir Abdi of Nafit Jan. Maar er zijn wel verschillende factoren al van bij je geboorte aanwezig die mee gaan bepalen of je een bepaalde aanleg hebt voor een sport of niet. Nu, wat zijn die factoren bijvoorbeeld? Je hebt je genen, je samenstelling van je spieren, lichaamsbouw of je hart- en vatenstelsel. En die spelen hier een grote rol in. Je hebt bijvoorbeeld verschillende genetische variaties of aanpassingen die je sportperformance gaan beïnvloeden. Maar het betekent niet, als jij nu die ene bepaalde genetische aanpassing hebt, dat je ineens een topsporter zal zijn. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de samenstelling van je spieren. Want binnenin je spier heb je veel verschillende spierweezeltypes. En je kan je spierweezeltypes onderverdelen in twee categorieën, je snelle en je trage weezels. Je snelle vezels die spreek je aan wanneer dat je explosieve, krachtige sporten uitvoert, bijvoorbeeld door te sprinten. Deze trekken enorm snel samen, maar je raakt daardoor ook sneller vermoeid. Je kan ze dus niet oneindig aanspreken. Daarnaast heb je je trage vezels. Deze gebruik je voornamelijk bij de duursporten of duurtraining, zoals marathonlopen. Deze trekken veel trager samen, zijn daardoor ook veel minder snel vermoeid en kan je langer gebruiken. Nu, elk persoon heeft beide spierweezeltypes. Maar afhankelijk van de persoon, maar ook van je spier, ga je een verschillende verdeling zien. En die verdeling gaat nu net bepalen of jij meer aandacht hebt voor een duurtraining, duursporten of de snelle explosieve sporten. Maar wat als jij nu heel graag wilt uitblinken in het lopen van een marathon, dus trage vezels nodig hebt, maar je van nature meer de snelle explosieve vezels hebt? Studies die tonen aan dat je ook kan switchen tussen je spierweezeltypes, afhankelijk van de soort training die je uitvoert. Dus ook al word je misschien niet geboren met het Olympisch goud, mits de juiste training, kan het nog altijd binnen handbereik zijn.